hier met de dames van Dansclub Kotten. Vertel, wat was jullie inspiratie van de wagen? Nou, we zijn erop gekomen omdat dat binnenkort waarschijnlijk wordt georganiseerd hier in Kotten. Vandaar dat we dat hebben bedacht. Een soort promotiedingetje eigenlijk. Ja, ja. En dat mag gewoon op de wagen, promotie? Ja hoor, ja. En wat vinden jullie nou zo leuk aan zo'n optocht? Ik denk vooral de sfeer en de muziek en de gezelligheid. Ja, en vooral gezelligheid. Ja. Met een groep een wagen maken, denk ik. Dat vind ik heel gezellig en leuk. Hoe lang zijn jullie bezig met zo'n wagen? Wij een week. Ja, een weekje. Een week. En echt elke dag een week? Of hoe moet ik dat voor me zien? Elke avond. Elke avond. Gezellig. En is dat dan moeilijk, zo'n wagen maken? Nou, als we eenmaal maar wat op papier hebben staan, dan weten we wel wat we moeten doen. Dus dan redden we het wel in de tijd. Maar als we nog niet weten wat we moeten, dan duurt het nog wel lang. Ik wens jullie heel veel plezier. Dankjewel. Met andere feesten. Ja, maar Kotten is gewoon de leukste gemeenschap. Het platteland is niet te